Wat is samengestelde interest en waarom is het deze vorm van rente die ervoor zorgt dat je een arm, een modaal of een rijk leven hebt? Dat alles in deze video. Goedenavond dames en heren, leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video van passiefinkomen.nl. Mijn naam is nog steeds Ruud en in deze video gaan we kijken naar wat nou samengestelde interest is, oftewel rente op rente, en waarom een zoals gezegd, deze rente ervoor zorgt dat jij een arm, een modaal of een rijk leven zult leven. Het is Warren Buffett die onder andere zegt van samengestelde interest is het achtste wereldwonder. Misschien dat jullie Warren Buffett wel kennen, zeker als je een beetje thuis bent in beleggingen en investeren. Warren Buffett is momenteel de nummer 2 of 3 van rijkste mensen ter wereld. En hij heeft dit geld verdiend met investeren in onder andere Coca-Cola bijvoorbeeld. Of in Apple. En dus als iemand zoals hij, zo'n grote belegger, investeerder dat zegt, dan zit er zeker wel een vorm van waarheid in. En waarom dat nou is, leg ik dus uit in deze video. Maar wat is nou samengestelde interest? Nou, laten we gaan kijken aan de hand van een tabel wat nou samengestelde interest is, oftewel rente op rente. Het eerste jaar hebben we een startbedrag van 1000 euro en we werken met een rentepercentage van 10%. 10% van 1000 euro is dus 100, het eindbedrag is dus 1100 euro. Gaan we nou kijken naar het tweede jaar, dan zul je zien dat we uitgaan van 1100 euro, het jaar waar we het eerste jaar mee eindigden. En pakken we daar 10% van, komen we uit op 110. En dan zie je dus dat het interestbedrag met 10 euro is toegenomen. Waarom is dit nou? Omdat we in het tweede jaar niet meer uitgaan van de 1000 euro, maar we gaan uit van de 1000 euro en de 100 euro interest van het jaar daarvoor. Oftewel, we gaan uit van de 1100 euro. En eindigen dus het tweede jaar met 1210 euro. Gaan we er nou nog 3 jaar door en komen in het vijfde jaar, dan zie je dat het inmiddels een beginbedrag is van 1464 euro. 10% daarvan is 146 euro interest. En we eindigen dan met 1611 euro. Terwijl normaal, als je zou uitgaan van enkelvoudige interest, dus 100 euro interest per jaar, zou je op het vijfde jaar eindigen met 1500. Of een andere manier om te kijken daarnaar is het interestpercentage in het vijfde jaar is gewoon 46% hoger dan in het eerste jaar. Dus kijken we naar de interestpercentages, dan zul je zien dat normaal zou je verwachten 4 keer een verhoging van 10 zou 40 zijn, terwijl in het vijfde jaar je al 146 hebt. Dus je hebt alweer wat extra interest verdiend. Kijken we nou naar dezezelfde gegevens uit die tabel in een grafiek, dan zul je zien dat de groene lijn is als je telkens 100 euro per jaar zou doen. En de blauwe lijn is als je werkt met die samengestelde interest, oftewel rente op rente. Nou is het effect hiervan niet heel direct zichtbaar, omdat we maar met 5 jaar werken. Straks later in de presentatie laat ik ook een dia zien die op 30 jaar gaat. En dan zul je zien dat het effect met ieder jaar groter wordt. Waardoor dus het verschil tussen de groene en de blauwe lijn ook telkens toeneemt. Dus dat is ook meteen iets om mee te nemen. Tijd is heel erg belangrijk bij samengestelde interest. Als je geld wil verdienen moet je zorgen dat je zo vroeg mogelijk begint. Want ieder jaar dat je eerder start levert je gewoon op lange termijn heel veel rendement op. Ten eerste kun je dus natuurlijk samengestelde interest moeten betalen. Een vorm hiervan is bijvoorbeeld een creditcard. Niet zo populair hier in Nederland gelukkig. Maar wel in Amerika heel erg normaal. Waarom zeg ik gelukkig? Omdat creditcardbedrijven meestal een rente rekenen van 18, 22 tot zelfs 28%. Wat het effect dan van rente of samengestelde interest is bij een creditcard, zullen we even kijken. Een gemiddelde Amerikaan heeft ongeveer $8400 creditcardschuld. Zou die dit nou met een minimum per maand af gaan lossen, en rekening houdend dus met die 22% rente ongeveer die ze rekenen, dan betaalt hij uiteindelijk meer dan $20.000 terug. Dus een stuk meer dan die $8400 die hij als schuld had. Maar nog erger zelfs, hij doet er 30 jaar over om dat bedrag terug te betalen. Dus stel jij koopt een keer een heel luxe bankstel, denk ik dan maar. Of je verbouwt je badkamer en je rekent dus af met een creditcard. Ben je daar 30 jaar mee bezig als je het minimumbedrag telkens maar aflost.
Maar zoals gezegd, gelukkig zijn creditcards hier nog niet zo populair. Ze winnen wel aan populariteit, dus let erop met dit. Ik hoop dat dit voorbeeld ervoor zorgt dat je er niet zo snel aan begint. Mocht je nou een creditcard gebruiken, zorg dan dat je iedere maand, aan het einde van de maand, het bedrag wat je hebt gebruikt op die creditcard ook meteen afbetaalt. Dan heb je ook geen last van die rente en dan blijf je dus mooi zonder schuld zitten. Een vorm van samengestelde interest die wel steeds populairder wordt in Nederland is het kopen op afbetaling. Dit was al populair bijvoorbeeld met auto's, maar dat gaat nu ook steeds meer naar de gewone elektronica of gewone dingen die je kunt kopen. De mediamarkt speelt hier sinds een paar jaar op in dat je verschillende grote aankopen direct bij hun eigenlijk op afbetaling kunt betalen. Wat het effect daarvan is, wil ik laten zien aan de hand van, stel je koopt een iPhone 10, die kost je €1160. Zou je hem nou willen kopen op afbetaling bij de mediamarkt, dan rekent de mediamarkt 15% rente per jaar. Elke maand los je 3% op het bedrag af. En gedurende 43 maanden moet je dus het terugbetalen. 43 maanden is ongeveer dus 3,5 jaar. Dus tegen de tijd dat jij je iPhone 10 hebt terugbetaald, is de iPhone 14 al uit. Ook al een reden om het dus niet te doen. Maar met die 15% rente die ze rekenen en de 3,5 jaar dat je bezig bent, betaal je uiteindelijk €1480 voor jouw iPhone. Oftewel 27,5% extra op je €1160. Dit komt dus neer op €320 die de mediamarkt verdient als jij het koopt op afbetaling. Nog erger is dat ook deze vorm van kopen, deze op afbetaling, wordt geregistreerd bij het BKR. Het BKR is een register waarin alle schulden van jou samenstaan. Dus mocht je nou deze iPhone kopen en volgend jaar wil je besluiten om bijvoorbeeld een huis te gaan kopen, dan wordt altijd gekeken of jij schulden hebt in het BKR-register. Komt dan deze schuld naar boven, dan sta je misschien wel voor €1160 dat die iPhone maar kost, maar kun je misschien wel een paar duizend euro of nog meer zelfs minder lenen op je hypotheek, omdat ze rekening houden dat je deze telefoon nog terug moet betalen. Dus denk eraan als je iets koopt op afbetaling. Ten eerste zou ik het al niet aanraden en ten tweede heeft het dus ook gevolgen voor dingen die je naar de hand gaat doen, bijvoorbeeld een hypotheek afsluiten. Over hypotheek afsluiten. Dat is dus een bekende en heel normale manier van samengestelde interest van geld lenen hier in Nederland. Gaan we even uit van een voorbeeld van een huis van €220.000 met hypotheek. 30 jaar lang betaal je terug met een rentepercentage van 4%. Is inmiddels wat hoog, want de rente op dit moment is een stuk lager. Ik denk voor 30 jaar ongeveer rond de 2,5%. Maar we gaan er gewoon even vanuit van deze getallen. Stel nou dat je extra wil aflossen. Welk effect heeft het op deze hypotheek? Zelf heb ik vorig jaar €1500 extra afgelost. En ik heb ook 30 jaar. En dit was denk ik het tweede jaar dat ik bezig was. Dus ik heb nog 28 jaar te gaan. Maar die €1500 die ik extra heb betaald heeft ervoor gezorgd dat ik eigenlijk mijn hypotheekschuld met €2300 is afgenomen. Die €800 verschil zit hem dus in die 3,19% rente die ik elk jaar moet betalen op mijn schuld. En omdat ik dus €1500 afbetaal, hoef ik dat geld, heb ik gewoon minder geleend. En het scheelt er dus €800 aan rente die ik de komende 28 jaar niet meer hoef te betalen. Een ander bijkomend voordeel van extra aflossen is dat je maandlasten omlaag gaan. In dit geval was dat bij mij ongeveer €7. Dus elke maand hou ik eigenlijk €7 meer over. Die €7 wil ik ook weer gaan gebruiken om weer extra af te lossen in dit jaar. Stel nou dat je elk kwartaal een extra betaling doet. Je hebt een hypotheek en je betaalt elke maand €700, €800. Dan wil je elke drie maanden betaal je een keer extra die €700, €800. Als je dat zou doen op een hypotheek met die 30 jaar zoals we zeiden, dan scheelt het je gewoon 11 jaar dat je eerder klaar bent met je schuld afbetalen. Niet alleen ben je eerder klaar, je betaalt nog eens €65.000 minder aan rente. En dat was zoals ik zei, omdat je eerder wat extra geld aflost, zakt je schuld en betaal je dus rente over een lagere schuld. Maar elk kwartaal dus een extra betaling zorgt er gewoon voor dat je 2/3 van de tijd nog maar je hypotheek hebt en je gewoon al €65.000 bespaart. En dat is dan op een bedrag van €220.000.
Dus de effecten kunnen nog groter zijn, maar ook kleiner, afhankelijk van jouw rentepercentage en je hypotheek. De laatste vorm van samengestelde interest betalen is private lease. Ook dit is een vorm die steeds populairder wordt in Nederland. Kijken we naar 2015, toen waren ongeveer 36.000 auto's door middel van private lease gekocht. Twee jaar later, afgelopen jaar dus, zijn we de grens van 100.000 auto's gepasseerd. Dus in twee jaar tijd is het drie keer zoveel geworden. Waarom kiezen mensen nou voor private lease als ze een auto kopen? Private lease zorgt er in ieder geval voor dat je gedurende de tijd van je contract zekerheid hebt over je kosten. Je weet gewoon wat het elke maand gaat kosten aan je auto. En dat kan bij auto's, als je hem zelf koopt, nog wel eens ooit verschillen. Want het onderhoud kan nooit meevallen, kan ook heel erg tegenvallen. Dus het enige voordeel eigenlijk van private lease is dat je zekerheid hebt over je kosten. Waarom kiezen er mensen dan voor? Ze kiezen er vooral voor omdat ze niet al hun spaargeld willen gebruiken om in een auto te steken. En op deze manier hebben ze toch een auto, betalen ze wel iets meer, maar hebben ze ook nog hun spaargeld en hebben ze dus nog een buffer. Wat zijn nou de nadelen van private leasen? Ten eerste zit je dus vast aan een contract, meestal 4 of 5 jaar. Wil je er nou tussentijds van af, dan heb je te maken met een afkoopboete die dan behoorlijk op kan lopen. Een ander nadeel is dat je contract gebaseerd is op het aantal kilometers per jaar. Rij je nou meer kilometers, dan betaal je extra geld. En dit zijn vaak duurdere kilometers dan in je pakket zitten, zeg maar. Maar rij je nou minder kilometers dan je hebt afgesproken, dan heb je eigenlijk te veel betaald voor hetgeen wat je krijgt, want je rijdt er maar 9.000. En je hebt afgerekend voor 10.000, heb je dus eigenlijk ook 1.000 kilometer niet gereden en heb je dus eigenlijk te veel betaald. Dus je moet eigenlijk alleen zoiets af kunnen sluiten als je redelijk constant bent in je kilometers. En ook bij private lease stelt dat als je het is een vorm van een lening, afsluit, dat ook deze wordt geregistreerd bij het BKR. En daardoor kun je dus minder lenen als je bijvoorbeeld een hypotheek af wil sluiten. Koop je nou een auto van 10.000 euro, kan het zomaar zijn dat je 30.000, 40.000 euro minder kunt lenen. Dus denk eraan, mocht je eraan beginnen. Tot zover alle bekende vormen van samengestelde interest die mensen betalen in hun leven. De hypotheek is meestal de grootste en bij iedereen. Koop op afbetaling is dus een hele dure vorm. En creditcards nog duurder, die gelukkig hier niet zoveel voorkomt. Afsluiten was met private lease, een vorm die wel steeds populairder wordt. Maar kijken we naar de andere kant van samengestelde interest. Je kunt het ook ontvangen. Om dat te gaan bekijken, vergelijken we het sparen van geld met het investeren van je geld. Kijk bijvoorbeeld naar cijfers uit 2015, wat mensen toen op hun bank- en spaarrekening hadden staan gemiddeld. Een gemiddeld Nederlands huishouden had toen 10.600 euro op zijn spaarrekening. Er is dan een verschil tussen alleenstaande mannen die maar 3800 hebben, of alleenstaande vrouwen die 6800 hebben. Dus vrouwen zijn vaak degene die wat meer geld achter de hand houden. Kijken we dan naar paren zonder kinderen, die hebben waarschijnlijk, logisch eigenlijk, meer spaargeld dan met kinderen. En ook per leeftijdsgroep is toen gekeken. Ik heb gezien in de statistieken van mijn kanaal dat de meeste van mijn kijkers tussen de 18 en 45 jaar oud zijn. Dus daarom heb ik deze getallen ook even, of deze cijfers hier even bijgehaald. Tot en met 25 jaar hebben mensen gemiddeld 1800 euro spaargeld. En tussen de 25 en 45 is dit gestegen naar 6100 euro. Kijken we dus naar het verschil tussen sparen en investeren, dan gaan we uit van de man die spaart en de vrouw die investeert. Dit was omdat uit de statistieken naar voren kwam dat vrouwen beter omgaan met geld, in ieder geval als het gaat om sparen. Kijken we dan in deze grafiek naar de blauwe lijn, dus de man die loopt stabiel, want die legt elke maand zeg maar 100 euro apart, of zo 1200 euro per jaar. We gaan hieruit van geen rente, omdat tegenwoordig spaarrentes eigenlijk al zo laag zijn. En mocht je nou rente krijgen, heb je ook te maken met inflatie. Dus die laten we even uit deze grafiek. En de man heeft dus een lineaire lijn, omdat hij gewoon elk jaar 1200 euro bijlegt. En dus zijn totale waarde ook elk jaar met 1200 euro toeneemt.
Kijken we nou naar de groene lijn, de lijn van de vrouw die investeert. Zij legt elk jaar 1200 euro in een investering, bijvoorbeeld in aandelen. Aandelen hebben historisch gezien een rendement van 8,3%. Die 8,3% gebruiken we in deze grafiek ook weer. En zul je zien dat ze het verschil tussen de investeren en het sparen, naarmate de tijd verder gaat, steeds groter wordt. Dit verschil komt doordat je hebt, zoals gezegd, 8,3% rendement per jaar, laten we zeggen 8. Dan is het eerste jaar legt ze zeg maar 1200 euro in en het tweede jaar legt ze nog een keer 1200 euro in, maar heeft ze al 8% rendement gehaald over die eerste 1200 euro. En dat is dan ongeveer iets meer dan 100 euro. Dus eigenlijk heeft ze al een voorsprong. En die voorsprong wordt alleen maar groter omdat het jaar erop weer 8% erbij komt op het totale bedrag. Dat bedrag groeit dus, daar komt weer 8% op. En zo wordt het dus 8% over een steeds maar groeiend bedrag. En gaat dus ook de lijn steeds harder stijgen. Kijken we even naar deze grafiek in een tabelvorm. Zoals gezegd, 100 euro per maand leggen ze allebei in. En investeert die vrouw tegen 8% rente per jaar. De getallen bij de man van het sparen zie je gewoon elk jaar met 1200 euro toenemen. Zorgt ervoor dat hij na 10 jaar 12.000 heeft en na 30 jaar 36.000. Kijken we dan naar de bedragen die de vrouw behaalt bij het investeren. Dan heeft ze het eerste jaar al 1250. Dat is 4% rendement. Dat komt natuurlijk omdat ze dit jaar pas gestart is. Na 10 jaar heeft ze al 18.400. Dat is eigenlijk al 153% van wat die man heeft met alleen sparen. De jaar 20, 10 jaar verder, is al bijna 250%. Je ziet dus dat het percentage wat zij heeft ieder jaar of iedere 10 jaar verder groeit. Dat ze zelfs na 30 jaar sparen van 100 euro per maand, heeft die man maar 36.000 en heeft zij al 150.000. En is het inmiddels dus al meer dan 4 keer zo groot het verschil. Uit deze grafiek en tabel blijkt dus wel dat het investeren veel lonender is. En dat de rente op rente ervoor zorgt dat ook jouw vermogen steeds harder toeneemt. Zou je nou dan nog 10 jaar bijzetten, dan zal waarschijnlijk het verschil wel 6, 7, 8 keer zo groot zijn. En dit wordt alleen maar groter naarmate het meer tijd verstrekt. En is het dus ook aan te raden, vooral omdat jullie ook jongere kijkers hebben op mijn kanaal, om zo vroeg mogelijk te beginnen met investeren. Al is het maar 50 of 100 euro in de maand die je apart legt. Maar ieder jaar dat je daar al voor je 30ste eigenlijk mee begint, behaal je eigenlijk zoveel voordeel op de lange termijn. Daar kun je later moet je wel zoveel geld investeren, wil je dat bedrag kunnen matchen. Dus mijn advies eigenlijk is, maak gebruik van die samengestelde interest, die rente op rente. En investeer vandaag nog gewoon je eerste geld. En doe dat elke maand, leg je 100 euro erin. Je ziet eigenlijk in deze tabel wel wat daar de voordelen van zijn. In het geval van samengestelde interest of rente op rente heb je ook een vuistregel, de regel van 72. Dit is een regel waarbij je snel kunt hoofdrekenen hoe lang het duurt voordat je geld in waarde verdubbelt. Dit doe je door de 72 te delen door het rentepercentage. En het antwoord wat eruit komt is het aantal termijnen wat je nodig hebt om je geld te verdubbelen. Hou je dus die 8,3% rente aan, dan doe je 72 gedeeld door 8. Heb je met een investering in 9 jaar tijd je geld verdubbeld. Ga je nou uit van spaargeld op dit moment van 0,1%. Deel je nou die 72 gedeeld door 0,1. Dan heb je 720 jaar nodig als je spaargeld hebt om het in waarde te verdubbelen. Geeft ook wel weer aan wat nou het effect is van investeren. Als voorbeeld gaan we bijvoorbeeld uit van 3% rente. 72 delen door die 3 is 24 termijnen heb je nodig om je waarde te verdubbelen. Pakken we nou die 10% rente. 72 gedeeld door 10 is 7,2. Dus 10% rente per jaar. Dan heb je het geld verdubbeld in 7,2 jaar. Dat is dus de regel van 72. Dan kun je altijd snel even hoofdrekenen hoe lang het nodig is om je geld te verdubbelen. Tot zover deze video. Dit was de 5e video in een reeks van 6. Dan volgt er dus volgende week de laatste video. Deze reeks noem ik de basis voor de toekomst. In 6 video's leg ik eigenlijk, zoals gezegd, de basis voor jouw toekomst.
behandel ik verschillende onderwerpen die ervoor zorgen dat je anders gaat denken of anders gaat, in ieder geval gaat nadenken over hoe je omgaat met je geld en wat de effecten daarvan zijn op lange termijn. Kijken we naar de eerste video, die ging over passief inkomen. Passief inkomen is dus inkomen dat je hebt zonder dat je er nog tijd aan hoeft te besteden. Je stopt er vooraf tijd in en op lange termijn kun je nog geld verdienen zonder er actief mee bezig te zijn. Denk eraan om een boek te schrijven bijvoorbeeld. Als je eenmaal het boek hebt geschreven, kun je het 1 keer verkopen per dag. Je kunt het 100 keer verkopen of 1000 keer verkopen. Het kost je dan niet 1000 keer meer energie dan de ene boekverkoop. Een tweede video die ik heb gemaakt ging over het NBIM. Dat is het Noorse staatsfonds van 1000 miljard dollar op dit moment. Wat ik hiermee wil laten zien, ook al is het een heel groot bedrag. Ook Noorwegen is gewoon begonnen met een klein fonds. Daar hebben ze elk jaar geld bij gestopt. En in 22 jaar tijd is dit gegroeid naar dus die 1000 miljard. Dit fonds heeft een gemiddeld rendement van 6,2 geloof ik. Iets lager dus dan de normale aandelen dingen, maar dat maakt op zich niet uit. Je ziet gewoon wat het eigenlijk ook samengestelde interest trouwens. En ze hebben te maken gehad met een crash in, toen in 2008 van de aandelenmarkt. Maar in 22 jaar tijd, hoe je nou je geld op kunt bouwen door telkens er wat geld bij te storten, dus periodiek beleggen, in samenwerking met die rendement dat je elke maand, elk jaar kunt behalen. De derde video ging over het budget. Alles begint met een budget. Een budget is eigenlijk heel belangrijk om ervoor te zorgen dat je een financieel goede toekomst hebt. Het is niet zo dat je moet denken dat alleen arme mensen een budget hebben, maar misschien juist wel de rijke mensen die een budget hebben, of daar gebruik van maken. Een budget zorgt er namelijk voor ten eerste dat je overzicht hebt in het geld dat binnenkomt en het geld dat eruit gaat. Je kunt het heel goed plannen wat je nou met je geld wil gaan doen en je kunt het ook verdelen. En dan kun je dus zeggen, bijvoorbeeld 10% van mijn inkomen leg ik apart om te investeren. En je kunt dus ook zien wat die 10% over 10, 20 jaar jou oplevert en waarom het dus nuttig is om sommige dingen wel geld aan uit te geven en andere dingen dus niet. De afgelopen video had ik het over waarom de rijken nou steeds rijker werden. En ja, iets wat je altijd hoort, dat de rijken alsmaar rijker worden. En ja, dat willen we allemaal eigenlijk. En zolang we niet bij de rijken horen, hebben we een hekel eraan dat de rijke mensen rijk worden. Nou, wat kun je nou doen om er ook voor te zorgen dat ook jij elk jaar rijker wordt? Ja, zoals gezegd, begin je met een budget. Dan heb je tenminste je overzicht en je planning. Daarnaast zorg dat je jezelf eerst betaalt, bijvoorbeeld die 10% die je kunt investeren ergens in. Zorg ervoor dat je meerdere inkomens hebt en dat je gaat denken in de toekomst en kleine dingen die je nu doet, wat die voor impact die hebben op de toekomst. En ook dit heeft allemaal te maken met deze video van vandaag, de samengestelde interest. Want interest is eigenlijk zolang je het niet hoeft te betalen, maar de rente dus ontvangt. Zorg er gewoon voor dat je heel snel een best wel hoog percentage op kunt bouwen. En word je eigenlijk elk jaar rijker door eigenlijk niets te doen. Dus ook samengestelde interest is eigenlijk een vorm van passief inkomen. Want het zorgt ervoor dat het geld werkt voor jou in plaats van dat jij werkt voor je geld. En het effect van jouw geld wordt dus ieder jaar groter en groter. En wie weet ben je dan binnenkort, hoor je wel, tot de rijken. Zoals gezegd was dit het einde van deze video. Bedankt voor het kijken in ieder geval. Als je nou een leuke video vond, geef dan even een duimpje omhoog. En laat ook even een reactie achter wat je nou leuk vond of wat je nog graag wil horen in een volgende video. Dan neem ik zeker de tijd om jullie reacties te lezen en ideeën mee te nemen en vragen te beantwoorden trouwens. En dan zie ik jullie graag volgende week vrijdag om 6 uur weer terug met een nieuwe video. De laatste in deze reeks. Dus bedankt voor het kijken en tot volgende week.